We noemen dit altijd een open dag, vlootschouw, waarin we zeggen van, kijk, zo zien die schepen eruit. Dat is de voorgeschiedenis. En iedereen die, er zijn mensen bij die nog nooit op een schip gezeten van hun leven. Ik heb vanmorgen bij het inchecken hier van mensen er alweer, nou ik durf vast te zeggen 50% wat vraagt van, ja maar gaat hij niet erg schuin en wiebelt het niet en zo. Ik zeg, gaat u er nou eerst even op en kijken hoe het eruit ziet. Nou, dat is dus wat eigenlijk ons doel is. We willen gewoon steeds meer mensen in kennis brengen van wat we hier doen. We varen dagtochten met deze schepen, onder andere dagtocht 69 van de Nederlandse Spoorwegen, elke dinsdag, woensdag en donderdag. Daar beginnen we mee op 12 april en tot, ik meen, 8 september. Dat doen we voor het vijfde jaar nu. Dat brengt natuurlijk ontzettend veel publiciteit met zich mee, wat we ook wel nodig hebben, want ja, schepen die zitten eigenlijk wel vrij vol nu, maar ja, er zijn altijd wat gaatjes waarmee we graag de scheepsruimte willen vullen. Het seizoen is natuurlijk maar kort altijd in Nederland. We beginnen nu omstreeks 1 mei. En u moet denken dat we eind september ongeveer zijn we uitgevaren. Dan heb je nog wel eens een schooltje of een weekend. Maar dan zit het er weer op. Dus we moeten in een vrij kort seizoen toch zien dat we zoveel mogelijk geld opbrengen met deze schepen. Voor restauratie, voor onderhoud. Het is, daar mag ik er best bij zeggen. Het is allemaal een hele minimale marge. De stichtingen die hebben daar een 15% van voor de bemiddeling. Want de meeste schepen, daar vaart de eigenaar op. En wij hebben dus een bemiddelende functie. Wij zoeken het publiek op en brengen die in kennis met de schippers. En verder zorgen we voor advies, voor herstel, voor restauratie, onderhoud. En het zoeken van onderdelen voor schepen die dus toch altijd nogal met de hand gemaakt moeten worden. Dus wat dat betreft hebben we nogal wat functies in zo'n stichting zitten, in een bemiddelende stichting. Nou, gemiddelde prijs voor zo'n schip als dit ligt op 2000 gulden voor een weekend. Dus je bent voor 100 gulden de man onder dak van vrijdagavond tot zondagavond met overnachtingen. De schepen zijn ingericht volgens scheepvaartinspectie tegenwoordig. Het is niet meer zo vroeger van stap maar op en doe maar raak. Schepen zijn allemaal gekeurd. We moeten voldoen aan alle eisen van brandveiligheid, reddingsmiddelen, vuurpijlen, radio aan boord waarmee we met de wal kunnen bellen en met elkaar. De meeste schepen hebben tegenwoordig 2-persoonshutten, 4-persoonshutten, 6-persoonshutten, douches. Koelkast in de keuken, warm en koud stromend water. En ja, het begint eigenlijk steeds meer qua accommodatie zeer comfortabel te worden.